Van hoe moeilijk is het om een opvang te vinden? Hier, de situatie hier is heel erg. Ja. Wij kunnen zien hier, de tenten zijn leeg en het is koud. Het is, alle bedden zijn nat. Alle bedden zijn nat. En ze hebben geen beddengoed, bedden, matrassen. Ze krijgen het alleen maar van de buren hier. De mensen die woont hier, de omgeving, geven hen dat steun. Zelfs eten, ze hebben niet. Ze krijgen de eten, de warm eten, 's avonds bij de moskee hier. Ze geven hen eten. Als ze willen douchen, ze moeten gewoon gaan naar de buurmensen om te vragen als ze mogen douchen bij hen. Ze kunnen niet wassen, omdat ze hebben geen water en geen plek om te wassen ook. En zelfs de toilet, ze hebben geen wc. Dat ook is heel erg. In een land zoals Nederland, het is onacceptabel om te zien mensen om dit koud weer, om dit koude seizoen, om te leven zoals hier. Het is een beetje onmenselijk. Er zijn twee dingen. Het eerste is een plek voor de winter, dus een echte opvang. Waar ze samen kunnen verblijven en waar ze kunnen slapen, eten en bewegen. En de tweede is natuurlijk wat er fout gaat in het asielbeleid in Nederland, is dat mensen komen aan en ze komen in de procedure, zoals dat heet, maar eigenlijk worden ze nooit geloofd. We hebben voorbeelden van dat iemand zegt, ik kom uit Somalië. Nee, je komt niet uit Somalië, we geloven je niet, maar we zetten hem wel uit naar Somalië. Hoe kan dat? Dus wat ze willen en wat er denk ik moet gebeuren, is dat er opnieuw naar hun dossiers wordt gekeken, maar vanuit het uitgangspunt dat ze wel geloofd worden. En dat er dus op inhoudelijk gekeken wordt naar waarom mensen hier zijn en waarom ze niet terug kunnen. En dan van daaruit verder.